Het zit erop. Althans, de meeste middelbare scholieren zijn nu klaar met hun eindexamens. Deze leerlingen van het Maaswaalcollege in Wijchen komen net uit de examenzaal als we ze opvangen. Dit examen ging wel prima eigenlijk. Ik was voor de eerste keer klaar voor de tijd, dus ik hoop dat het een goed cijfer is. Die van vandaag was niet mijn sterkste examen, maar over het algemeen denk ik wel oké. Goed genoeg, denk ik. Ja, goed. Ik wist vrijwel alles. Ik had genoeg tijd, dus ik heb er goed gevoel over. Wat gaan de leerlingen nu doen met hun nieuw verkregen vrijheid? Ik ga van het weekend met twee vriendinnen een paar dagjes weg. En vanaf volgende week begin ik met een nieuw bijbaantje. Dus dan kan ik veel uren gaan maken daar en mijn tijd goed besteden. Ik ga naar Wangrooi op vakantie. Het is een Nederlandse, maar is hier 20 minuten vandaan of zo. Dus daar ga ik naartoe met een paar vrienden. Ja, er is daar een volleybalweek en ik zit op volleybal zelf, dus die week gaan we daar naartoe en dan heb je allemaal volleybalpartijtjes en zo. Sommigen kunnen nog niet echt ontspannen. Ja, in het algemeen wel prima. Op twee vakken na Engels en Wiskunde niet zo. Maar het zijn twee kernvakken, dus dat wordt nog wel spannend op 10 juni.